nooit op blijven van Smith & Burrows. Met al de best moves en daarvoor. Ja, het was wat killer buiten. Dus ik dacht, laat ik de plaat zelf ook maar even opzetten dan. Adamski met Seal natuurlijk. En het is in dit geval zelfs dierenasiel. Ik zit er lekker in, hè, vandaag merk ik. Ja, en het was inderdaad killer, ja. Ekdom in de morgen. De leukste hond van Nederland. Oh, het is zover. Het moment is hier. De prijsuitreiking. En ja, het is bepaald geen poedelprijs, kunnen we ons toch wel stellen. Want het is echt een... hier zal er wat winnen. De brokaal, hij staat hier voor mijn neus. Prachtige beker. En dan ook nog een jaar lang gratis hondenbrokken. Dat is toch, ja... Ja, er zijn honden bij. Nou, die hoeveel kilo eten die wel niet per dag? Ik zie inderdaad geen honden, hè. Dan gaan we gewoon een zak per dag gaat er doorheen. Dus als die wint, nou, dan hebben ze er een hele hondenbrok in de keel. Dus dat wordt lachen. En die is trouwens aangeboden door Pets Place en de Wellness Core. En juryvoorzitter Martin Graus, de strijd ging harder aan toe dan ooit, hè? Ja, het is bijna niet mogelijk om te kiezen, want ze zijn allemaal leuk. Het klinkt zo standaard, maar het is echt zo. Het is een onvoorstelbare hoeveelheid honden die op een ongelofelijke manier hebben gepresteerd om te laten zien hoe leuk ze zijn. Ja. Vooral die bazen. Zal ik hem laten horen? Ja, je bent er klaar mee. Nou, hij zit hierin. Ja, die heeft de envelop namelijk. Dus ik ben hartstikke nieuwsgierig. Jij wil ook nog weten wat het is. Daar komt hij aan. Let op. De leukste hond van Nederland is geworden... Ja. Zuzu de Tekkel uit Naarden. Zuzu de Tekkel uit Naarden! Och, dat is toch ook fantastisch. Baasje Lisette komt nu binnen met de hond en natuurlijk in dat rolstoeltje. Lisette, ja. Je hebt de leukste hond van Nederland. Ja, goed hè. Verdient ze? Nou, dat is toch wel... Okay, hoe is de hond eronder? Nou, dat kan helemaal niet zien. Babbelt hier heen en weer. Ik denk, ik kan hier even onder doorkijken, maar dat zie ik helemaal niet. Dat lukt hem niet. Oh, wat goed zeg. Jeetje, Mina, wat een moment. Ben je blij? Ja, leuk. Ja, toch? Ja, verdient ze ook wel, toch? Nou, ja, lijkt me wel zoveel ellende. Zeg en dan, ook iets over haar, hoor. Dat zegt, ja, nee, maar precies. Dat is dat, Martin die weet altijd precies het human interest gedeelte van de hond, mens, mens, hond. En ik denk dat jij nu officieel... want hij staat voor je neus in het kader van met alle toestanden en zo. Mag ik hem niet aan je overhandigen? Maar hier staat hij, de brokaal. Leuk. Je krijgt een gigantische hoeveelheid hondenbrokken mee. Heeft ze nog een voorkeur ook qua eten? Ja, grote brokken, want anders is het een stofzuigertje. Oké. Okay. Ze moeten wel moeten kamen. Ja, nee, precies. Gaan we regelen. Okay. Nou, doen we ook op dit moment doen we er ook gewoon even pap bij. Heeft ze nog in de pap te brokkelen ook. Dat komt er mooi uit. Van harte gefeliciteerd. En een eigen hondenhok zit er ook nog in. Ja, hè? Zie ik ook. Ja, iedere hond krijgt een doggybag mee. En dat is leuk voor het hondenhok natuurlijk, hè? Zo is het. Ja, fijn dat jullie er allemaal waren. Het was een waanzinnige contest. Volgend jaar doen we het gewoon weer. Kunnen jullie dan weer bellen, Martin? Tuurlijk. Ja? Belangrijk bezig. Dan krijg je een appje van de luisteraar of je één keer live niet likken kunt zeggen. Zou ik het even doen? Doe het even. Ekdom. Niet likken. Nou, het vuur is opgeluid hoor, met Dan Hart.